Yo mensen, Jeraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Hit Fire Mob. Hier natuurlijk op Modern Warfare 3. Vandaag spelen wij een Team Defender potje op No Mission. En we gaan natuurlijk weer kijken of wij de Hipfire Mob kunnen halen. De Hipfire Mob houdt in dat ik elke kill moet maken terwijl ik niet inzoomend schiet. Dus ik mag mijn L1 niet te gebruiken. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Dit is een map mission, dus een lekker klein mapje natuurlijk. Dit is handig ook voor de Hipfire kills. En dan hoop ik dat het gaat lukken. Dus als je deze serie leuk vindt mensen, gewoon keihard op die like erop. Niet te hard, maar gewoon zachtjes keihard. En wow, mijn sensitivity staat nog op 10. Zo. Uh-oh. Mis. 3, 2, 1. Kikkeboe! Standaard spots. Oh shit, 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 shit. Het punt, ja, ik wou net zeggen. Het punt is nu, ik zit ingesloten. Want ik kan niet doorlopen, dan spannen ze. En ik kan ook niet omlopen, want dan ligt die vlag in de weg. En als je die vlag oppakt, dan zie je zo'n killknopje boven je hoofd staan. Dus dan weet je natuurlijk precies waar je zit. Dus ja, dat was een handige openingsroute. Alleen niet zo handig dat die vlag daar lag. Jeraske, hallo vriend. Alles goed, jongen. Oh, doet hij nou precies hetzelfde als ik? Volgens mij hipfire die namelijk ook. Niet dat hij me kent, want hij is uit Zweden, maar... Oh, shit zo. Hij is ook gewoon uit hipfire hoor, die vent. Geen grap, hij heeft ook een PP90 mee namelijk. Plus hij heeft ook gewoon rapid fire en extended max erop staan. Dus misschien doet hij wel gewoon hetzelfde als ik, hè? Enemy Cobra incoming, serieus. Kan iemand alsjeblieft die Cobra uit de lucht schieten? Gewoon voor mij. Gewoon die Cobra alleen voor mij uit de lucht schieten. Gewoon even aardig doen. Want die Cobra gaat sowieso op mij knallen namelijk. In het 3, 2, 1. Ik moet hier blijven zitten, want anders killt die Cobra me. Oh my god, die Cobra. Jongens. Oké, ik ben specialist. Dan kan die Cobra me niet meer zien. Jij! Ja, en dan komt hij aan, man. Waarom, jongens? Waarom moeten jullie ook de pipi-gun gebruiken? Ik wist dat hij er zat. Alleen, ik schoot een enemy af, dus die enemy wist natuurlijk precies waar ik zat. Als die vlag nou even op... Of die vlag nou even oprolt. What the fuck, ja. Die helikopter nou even oprolt. Als iemand nou even helpt met dat ding neer te knallen. Dan zou ik dat zeer... Dan ik echt zeer... Op prijs stellen. Want hij is namelijk al bijna uit de lucht. Maar ja, zolang niemand je helpt, ga je dat ding ook niet uit de lucht krijgen, helaas. Oh ja, nog even Final Stand gebruiken ook, joh. Waarom niet, joh? Waarom niet? Als nou iedereen gewoon Final Stand uitzet, jongens. En gewoon allemaal Juiced aanzet. Dan hebben we ook daar geen last meer van. Ah, kutspan. Niet nog eens zo'n poepspan, dus ik ren er even weg. Ah, ik wist dat hij wist waar ik zat, want aan de Porto Moreno liggen. Kut. Ah, en er zit in ieder geval geen... Ja, lichten ze te campen. Er zit in ieder geval geen helikopter meer in de lucht. Dus dat is één pluspunt. Maar ik wil graag twee pluspunten hebben. Dat is de helikopter niet meer in de lucht. En dat is een Moab. Als dat mag. Ik mag niet inzoomen. Ik heb hem... Oh, iemand anders heeft hem. Kijk uit voor die camper hier. Er zit er niet één, maar er zitten er meerdere nu. Ze hebben er zin in hoor. Kut, er zit er nog één. Oh. Dat is niet handig. Niemand kon me namelijk helpen ofzo. Oh my god. Komt er hier nog een hoor, jongens. Dus wacht even. Iemand, kan je me alsjeblieft helpen? Nevermind, dankjewel voor de hulp. Oh, ik had er 5 van de 6. Ik had er 5 van de 6, maar de 6 zat er ook nog eens. Ik had bijna gewoon een teamkill daar, man. Waarom zaten ze er overal allemaal? Ze zaten overal en ze zaten er allemaal, kan ik beter zeggen. Oh, dat was echt bullshit, jongen. Ik had er 5, hè. Ik had er 5, maar er zat er nog een, de 6e. Oh god, thanks. Thanks, thanks. Dat was echt onzin. Dat was echt bullshit. Daar had ik niet dood moeten gaan, vind ik. Oké, die voor je, maat. Ja, je bent dood, ja. Dat weet ik. Volgens mij doen ze het precies hetzelfde als wat ik doe. Namelijk ook alles hipfire, want ze spelen namelijk ook precies dezelfde gun. Ja, je wist dat ik er nog lag, hè? Ik ben dood. 3. Yo, nevermind. Ik kon nog ineens meer aftellen. Shit, mooi. Shit, man. Shit, mooi. Ah, kom op nou! Niet even met z'n tweeën bij elkaar lopen dan! Ik heb weer gewoon 30 kills op dit moment al binnen, hè? Ik drop gewoon in die Team Defender potjes 50 kills, maar geen Moab. Ik weet ook wel waarom ik geen Moab drop, maar dat komt door de class die ik gebruik, maar...
Daar gaat het niet om, weet je. Het gaat om het idee dat ik zo goed als iedereen kill. Alleen die mob gewoon niet kan krijgen. Oh kut, wacht, ik moet even reloaden. Komen ze hier aan kakken. Over de andere kant dan. Weer met z'n tweeën bij elkaar. Hè. Doe dat nou een keertje niet dan. Als je dat niet doet, zou ik dat zeer op prijs stellen. Oh, die javelin though. Nice. Let's go. Wat is hier nog? Oh, verkeerde kant. Verkeerde kant. Kant gegokt. Kunnen we weer terug. Oké, dan ben ik dood. Ik mag niet inzoomen, maat. En jij wel, maar dat doe je niet. Ja, je bent geoond, jongen. Je hoorde hem even schreeuwen. Hij was geoond, twee. Oeh. Ja, dan komt hij nog een keer aan. Kak, en nu heeft hij mij. Kijk of hij ook hip vaart, jongens. Kijk of hij mij nadoet. Ah, hij zoomt wel. Ja, dan heeft hij hem ook, ja. Dan heeft hij hem ook, ja, als hij wel inzoomt. Vind ik wel dat als je meteen probeert te killen, terwijl ik met de hipfire... Ah, oh, nice. Terwijl ik met de hipfire challenge bezig ben, dat je zelf ook moet hipfire, want hij zoomt namelijk alles in. Dat is niet eerlijk, ja. Dat is niet eerlijk. Plus, we hebben wel gewonnen, dus daar gaat het om. Eigenlijk niet, maar... het gaat om dat ik de mol opdrop, dus dat winnen, dat boeit ook geen ene zak. Doei. Sowieso, hij zit me hier weer op te wachten. Ja, ik wist het. Hij kwam ook al schieten het hoekje om, zag je. Hij weet precies waar ik loop. Maar goed gespeeld, jongen. 2019. Maar volgende keer, hè? Want ik weet dat je deze video gaat kijken. Volgende keer vind ik wel dat je ook alles moet hipfiren. Want hij gebruikt dezelfde gun als mij. Bijna dezelfde class als mij. Dus dan vind ik wel dat hij, als hij me ziet met die pipi. En als ik alles hipfire, dat hij wel terug moet hipfiren. Want dan houden we het nog eerlijk namelijk. Dus hij wel gaat inzoomen. Dat is zo oneerlijk. Want ik kom de hele dag nadenken. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het een leuke aflevering. Ik hoop dat jullie het ook een leuke aflevering vonden. Ik weet nog niet eens hoeveel kills ik had. Want hoeveel kills had ik? 40. Hier, 40 kills gewoon, hè? Dat is gewoon het dubbele van bijna iedereen in de lobby. Bijna het dubbele van iedereen. Maar ja. Weet je. We hebben niks aan de hoeveelheid kills. Maar we hebben wel wat aan een mohab. Want dan is de serie afgelopen. Dus ik hoop dat we de volgende aflevering de mohab kunnen halen, jongens. Mocht je nou hebben genoten van deze aflevering. Ram dan natuurlijk zoals je kaart te blijken. Over een paar dagen zijn we terug met een nieuwe aflevering. En zo snel mogelijk natuurlijk met een nieuwe video. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mijn mensen. Bye bye.